In dit filmpje ga ik jullie vertellen hoe dat je in Google ook kunt zoeken met foto's zelf, dus zonder tekst, maar eigenlijk op basis van foto's. Daarvoor moet ik naar Google Afbeeldingen gaan. Ziezo. En nu kan ik op basis van een afbeelding zoeken naar gelijkaardige afbeeldingen. Of bijvoorbeeld, stel ik heb een foto, ik wil weten waar, het is mijn foto, ik wil weten waar die allemaal gepubliceerd is. Dan kan ik een afbeelding uploaden. Kies een bestand. Bureaublad. Ik kies de foto. Die wordt opgeladen. En voilà, ik krijg de afbeelding te zien. En meteen krijg ik waar die afbeelding allemaal terug te vinden is. Dat is één optie, eigenlijk om eigen afbeeldingen te gaan controleren van waar zijn die allemaal op het net te vinden. Nu, waarvoor zou je dat ook nog kunnen gebruiken? Dat is voor afbeeldingen waarvan dat je ja, niet weet waar ze genomen zijn. En je zou eigenlijk willen weten waar die genomen zijn. En misschien herkent Google wel ja, wat er op de foto staat. Dat kan voor het geval zijn met oude foto's. Dus ik ga even een andere afbeelding uploaden. Ik kies het bestand. Voilà. Ik ga het bestand gaan opladen. Het is zogezegd een foto waarvan ik niet weet waar die genomen is. Ik heb de foto opgeladen. Het is een postkaart. En dan krijg ik verschillende gelijkaardige afbeeldingen. En dit is exact de foto die ik heb opgeladen. Weliswaar op een andere website. En dan krijg ik hier Tollenbeek. Tollenbeek. Dus dan op die manier weet ik dat dit de kerk van Tollenbeek is. Dus dat is eigenlijk een manier hoe je ook in Google afbeeldingen kunt gaan zoeken.